ik zal voordat ik jullie welkom heet even de kleintjes naar voren willen halen. Want dan gaat dat ook prettiger. Even de kleintjes naar voren. Welkom sportieve wassenaarders, welkom vrijwilligers, welkom jongens en meisjes, bestuurders en begeleiders, dames en heren, welkom hier in de Pauw. Het ziet er prachtig uit hier binnen en veel enthousiaste mensen. Het is begonnen, heb ik begrepen, met een hockeyteam, succes van een hockeyteam, toen werd het een sporthuldiging. En nu, nee, sportverkiezing. En nu wordt het een huldiging. Waarbij we niet alleen sportieve wassenaarders in het zonnetje zetten. Maar ook vrijwilligers. Want de vrijwilligers zijn de, ja, laat ik zeggen, stille krachten achter die sportieve wassenaarders. Want zonder die vrijwilligers zou ook een hoop niet goed gaan. De scheidsrechters bijvoorbeeld. De coördinatoren. Ze zijn dus allemaal belangrijk in Wassenaar en daarom willen we ze ook in het zonnetje zetten. Jullie zijn de ambassadeurs van een actieve Wassenaar. Ik ga beginnen met de eerste. Belangrijke persoon. Tim de Groot. Tim de Groot. Tim is 11 jaar. Kom maar naast me staan, Tim, want ik wil ook leuke dingen over je zeggen natuurlijk, hè? Tim is 11 jaar en nu al super toegewijd. Hij liep de Nijmeegse Vierdaagse uit voor het Juliana Kinderziekenhuis. Het ziekenhuis dat 6 jaar geleden zijn leven redde na een extreem allergische reactie. Samen met zijn vader, moeder, broer en opa liep Tim 30 kilometer per dag. Ik doe het hem niet na. 30 kilometer per dag. Met een opbrengst van bijna 2000 euro. Je bent een kanjer, Tim. En terecht dat jij nu een mooie medaille hebt. Leo Bellekom en John Schrader. Ja. En terecht. Vriendschap. Teamgeest, sportiviteit en respect voor elkaar. Met elkaar bezig zijn voor een ander. Dat kenmerkt alles en iedereen bij Run voor Rio. En de heren Leo en John natuurlijk in het bijzonder. John en Leo kennen elkaar uit hun jeugd bij Blauw-Zwart. Al jaren leveren zij met hun sportieve inzet hulp aan uiteenlopende goede doelen. Dit jaar 25 jaar Run voor Rio, een weekend lang sporten, rennen en vliegen en met resultaat, want 41.000 euro als opbrengst. Otto Leget of Leget, ik weet niet of ik het nu goed uitspreek, en Rob van den Berg. Otto is de duizendpoot van Blauw-Zwart. Tijdens zijn wekelijkse 20 uur vrijwilligerswerk regelt hij onder andere het wedstrijdsecretariaat, is supervisor in de kantine en is elke zaterdag op de club aanwezig om alle wedstrijden goed te laten verlopen. Rob is ook coördinator van de scheidsrechters. Hij doet dit al een flink aantal jaren en weet iedere week weer het geringe aantal scheidsrechters zodanig in te delen dat er bij de meeste teams gefloten wordt. Rob fluit zelf ook minimaal 2 wedstrijden op zaterdag en is altijd mondig, monter en vrolijk. Kortom, voor Blauw-Zwart 2 onmisbare vrijwilligers. Dank je.
En dan de Wassenaarse Reddingsbrigade. Zij bewaken in de zomer niet alleen het Wassenaarse strand, maar zij geven ook het hele jaar zwemles in het Sterrenbad. De vrijwillige zweminstructeurs leiden op donderdagavond de kinderen op voor het zwem ABC-diploma. Ook worden er jonge redders opgeleid, net als met als uiteindelijk doel strandwacht worden. De reddingsbrigade werkt keihard om ons en onze kinderen in het water veilig te houden. Beste mensen, ik weet niet of Joost van de Croft aanwezig is, want wij hebben hem niet gezien. Is die er al? Hij is al vanaf zijn jeugd lid bij WZK Waterpolo en al meer dan 15 jaar minimaal 4 keer per week in het zwembad te vinden als trainer en coach. Joost heeft ondertussen bijna alle leeftijdsgroepen onder zijn hoede gehad. Hij regelt in stilte zaken die ervoor zorgen dat de spelers zich kunnen focussen op hun sport. Hij springt bij als er nood is in de begeleiding van een ander team en draagt zijn kennis over aan collega-coaches. Een aanwinst voor WZK Waterpolo. Jules Lorij en Anita Knijnenburg. Al 40 jaar badmintonnen zij in Wassenaar. Eerst als lid WVBV, daarna van meet af aan lid van BC Wassenaar. Jules en Anita schuiven met het bereiken van deze zeer respectabele badmintonleeftijd aan in de 40-plus club. In september dit jaar werden beide al door hun eigen vereniging in het zonnetje gezet in sporthal De Schulpwei. Maar vandaag mogen zij toch ook absoluut niet ontbreken. En het is erg bijzonder dat zij vandaag ook aanwezig zijn. Joop van der Ham. Joop is sinds 1 augustus 1933. Horen jullie dat? 1933, hè jongens. Lid van voetbalvereniging SV Wassenaar. De toen 13-jarige Joop speelde in het jeugdelftal en bleek al snel een natuurtalent. Ik heb hem net een hand gegeven en die is stevig, jongens. Hij speelde op bijna alle posities in het veld, zelfs die van keeper. Joop viel niet alleen op door zijn kracht en diversiteit op het veld, maar ook door zijn kledingstijl. Mijn zoontje zou dan zeggen, hij ziet er zwek uit, mama, maar ik mag het alleen niet zeggen, want hij zegt dat ik dat niet goed uitspreek. Want zijn moeder breide zijn shirt, 3 paar sokken en hoge schoenen. Dat deed hij aan, want dat speelde namelijk lekker en beter en bood bescherming tegen blessures. Vanaf 1938 tot 1958 bekleedde Joop verschillende bestuursfuncties binnen de SV Wassenaar. Hij is altijd een trouw lid van de vereniging geweest, al 80 jaar. Nikita Chung. Nikita is lid van paardensportvereniging Koningin Emma. Zij werd vorig jaar ook gehuldigd, maar dit jaar leverde zij alweer een prachtig prestatie. Ze werd in- en outdoor-kringkampioen en reservekampioen op de regio-kampioenschappen. Tijdens de herfstmeeting de hoogste score van alle ruiters behaalde. Jeugd en volwassenen. En ze is maar 10 jaar. Maar ze werkt heel hard, traint heel hard, hoorde ik van haar moeder. En ze gaf het zelf ook aan. Het equipe van de Wassenaarse sportvereniging Koningin Emma, waarvan Nikita deel uitmaakt, won de wedstrijd en was daarmee de beste rijvereniging in haar kring. Nikita, zoals gezegd, is pas 10 jaar oud, maar treedt iedere dag met haar ponies. Je bent een kanjer. Kom, Nikita. Tessa van der Gun. Tessa, kijk eens aan. Tessa is officieel geen Wassenaarse. Maar haar prestatie, luister jongens,
Haar prestatie voor het damescricketteam van Groen-Geel mag niet onvermeld blijven. Dit jaar nam Tessa deel aan de Engelse County Competitie en het wereldkampioenschap kwalificatietoernooi 2020 cricket in Ierland. Zij is aanvoerster van haar team en zowel binnen als buiten het veld een aanjager. Sebastian Mellap. Sebastian is geboren in Antwerpen en kwam op zijn 5e naar Nederland. Hij behaalde in december 2012 zilver bij het Open Nederlands Kampioenschap Kunstschaatsen in Amsterdam. Sebastian deed in maart van dit jaar mee aan zijn eerste internationale wedstrijd in Luxemburg, waar hij voor het eerst een trippelsprong deed. Sebastian traint erg hard om nog beter te worden en zit in 2014 in Jong Oranje. Dexter Biersteker. Dexter is net zoals Nikita lid van paardensportvereniging Koningin Emma. Hij is met zijn paard, en ik hoop dat ik het goed uitspreek, Chai Felis Escapan, regiokampioen in de klasse Z paarden geworden. Een zeer bijzondere prestatie dus. Maar daar houdt het niet mee op. Hij is een Rabo jeugdtalent en steeg het afgelopen jaar van M naar CIC eventing. Recent is hij opgenomen in het B-kader. Dexter is bovendien ook geselecteerd voor het talententrainingscentrum springen en is nu zelfs officieel TIC-lid. Fantastisch dus. De volgende, Roxanne van Hemert. Vorig jaar werd zij ook gehuldigd, maar haar recente prestaties zorgen ervoor dat zij ook dit jaar weer niet onvermeld mag blijven. Haar tweede plaats op de 1000 meter bij de Holland Cup 2 was een beloning waarmee ze zich plaatste voor het Olympisch kwalificatietoernooi, waar de tickets worden vergeven voor de Olympisch Spelen in Sochi in februari 2014. Daarnaast staat Roxanne in de landelijke ranking op een plaats die ook recht geeft op een startbewijs voor de 1500 meter bij het Olympisch kwalificatietoernooi. Roxanne, ook jij hebt een geweldige prestatie geleverd. Waar ben je? Ah, de moeder van Roxanne is er. Annemieke Ingeborg en Marijke FD. Ze zijn er, hè? Annemieke, Ingeborg en Marijke zijn al bekende atleten van de sporthuldiging. Maar ook dit jaar leverden zij weer topprestaties, dus mogen zij niet ontbreken. Annemieke won op het Nederlandse kampioenschap voor junioren als A-atleet een gouden plak. Ingeborg werd vijfde en Marije veroverde de derde plaats tijdens hetzelfde kampioenschap voor B-atleten. Kortom, drie zeer sportieve zusters die het ook zo geweldig doen. Miranda en Koen Slootweg. Miranda en Koen zijn goed op weg in de shorttrackwereld. Beide hebben het NK shorttrack gereden en zijn winnaar geworden van de Golden Shorttrack 2013. Koen behoort al tot de beste shorttrackers van de drie gewesten en is geselecteerd voor Jong Oranje. Ook won hij goud op de 1500 meter in Bolzano. Een zeer bijzondere prestatie. Het E2-team van voetbalvereniging Blauw-Zwart. Ja, een hechte vriendenteam, ik hoor het al. Zij werden in het seizoen 2012-2013 kampioen en wonnen de KNVB-beker. Voornamelijk dat laatste is een unieke prestatie, omdat vaak tegen E1-teams gespeeld moest worden. En deze hebben vaak sterkere spelers dan een E2-team.
Ook mag de positieve invloed van de begeleiding zeker niet onvermeld blijven. Terecht de KNVB-bekers. WZK Waterpolo Heren 1 en Heren 2. Die staan achterin. Heren 1 en Heren 2 van WZK Waterpolo zijn allebei kampioen geworden tijdens de afgelopen competitie. Beide teams zijn ook vorig jaar gehuldigd, maar vanwege hun bijzondere prestaties dit jaar mogen zij ook niet ontbreken. Het Heren 1 team is al 5 jaar achtereen kampioen geworden en heeft daarnaast een unieke prestatie geleverd door de Manmeercup te winnen. Het is voor het eerst dat een derde klassevereniging dit bereikt, want aan deze bekercompetitie doen ook teams mee uit de eerste en tweede klasse. WZK Wedstrijdzwemmen. In 2013 is WZK Wedstrijdzwemmen erin geslaagd te promoveren naar de landelijke competitie. Ja, landelijk en bijzonder, toch? Tijdens de wedstrijden van deze verenigingscompetitie zijn bovendien veel persoonlijke records verbroken. Juist omdat de zwemmers helemaal gingen voor teamresultaat. Goed zo. Tennis Dames 1 heeft dit jaar het competitiekampioenschap gewonnen en is gepromoveerd naar de hoofdklasse. Dat verdient al een applaus, hè jongens? Precies. Deze dames zijn tijdens de voorjaarscompetitie op de dinsdagochtend kampioen geworden in de eerste klasse. Zijn de Kivita hockeymeisjes 2 aanwezig? Oké, dan krijgen zij apart natuurlijk de medailles. Dan gaan we door met de BC Wassenaarse jongensteam junioren. Het jongensteam junioren van BC Wassenaar heeft meegedaan aan de jongenscompetitie Badminton Regio Zuidwest. Ze zaten in een pool van 4 teams, inclusief BC Wassenaar, en hebben alle wedstrijden gewonnen. De Wassenaarse golfclub Rozenstein Heren 1. De meerderheid van het Heren 1 team van de Wassenaarse golfclub Rozenstein bestaat uit jeugdleden. Ze zijn dit seizoen gepromoveerd naar de hoogste klasse van de golfcompetitie van de Nederlandse Golffederatie. Bij Heren 1 is dit ruimschoots aanwezig. Het jeugdplan van Rozenstein, een van de eerste clubs in Nederland die van de NGF het certificaat Committed to Jeugd overhandigd kreeg, heeft zijn vruchten afgeworpen. De uitdaging voor volgend jaar wordt handhaving van de hoofdklasse, maar ik weet zeker dat dat gaat lukken. Olivier en Tess zijn 2 jonge tennistalenten met succes op landelijk niveau. Tess werd in mei kampioen bij de districtkampioenschappen tot 12 jaar en werd vervolgens eerste bij de regiokampioenschappen. Zij heeft zich begin november bij de eerste 8 geplaatst van de Masters en gaat in het laatste weekend van november verder strijden. Olivier werd tweede bij de district jeugdkampioenschappen. Deze aanstormende talenten zijn hard op weg naar het maken van in de tenniswereld heel veel bekendheid en faam. Maar niet nadat ik jullie heel hartelijk wil danken en jullie wil meegeven dat ik ontzettend trots ben op alle talent
hier in Wassenaar. Want voor Nederland is het buitengewoon belangrijk dat onze jongens en meisjes straks ook de wereld veroveren. Dank hartelijk voor jullie komst en geniet van straks een hapje en een drankje.